beginnen wij met een spoeddebat over plannen voor de verhoging van het eigen risico. En daarbij hebben we de spreektijden 3 minuten afgesproken. En als eerste geef ik het woord aan mevrouw Agema. Voorzitter, het eigen risico is de nieuwe melkkoe van deze regering. Vooral ouderen, zieken, zijn met bos de klos. Het eigen risico levert de regering een slordige 1,5 miljard euro op en zou de zorgconsumptie verminderen. Nou niet dus. Het Centraal Planbureau becijferde dat het totale effect van het eigen risico op de zorgkosten van 58 miljard euro niet meer is dan een schamele 60 miljoen euro. Dat is 1 promiel. En wanneer we dan als samenleving het risico lopen dat met name ouderen zorg gaan mijden, waardoor ze vaker in het ziekenhuis belanden en de besparingen dus niet teniet worden gedaan door juist hogere zorgkosten, dan is de overheid in het licht van een vergrijzende samenleving erg onhandig bezig. Gezondheidsschade, veroorzaakt na verhoging van het eigen risico, leidt er uiteindelijk toe dat het herstel van die schade duurder is dan de oorspronkelijke behandeling waarvan is afgezien. En heeft de minister eigenlijk wel eens op een rijtje gezet voor hoeveel kosteneffectieve behandelingen er een eigen risico wordt geheven? Minister Klink studeert hoe hij de eerder opgelopen, hoger dan verwachte kostenstijging in de zorg gaat compenseren. Wellicht door het verhogen van het eigen risico. Dat is voor mijn fractie onacceptabel. De gewone Nederlander, de gewone man en vrouw, mogen de portemonnee trekken om nog meer dan 155 euro per persoon per jaar bij te gaan betalen voor het eigen risico. Omdat minister Klink niet het lef, niet het leiderschap heeft om tegen Wouter Bos te zeggen: handen af van de zorg. De zorg is belangrijker dan al die verschrikkelijke linkse hobby's. Gelukkig had de Partij van de Arbeid een dag voor de verkiezingen een helder moment. Bij monden van Elke van der Veen werd verklaard dat zij tegen het verhogen van het eigen risico zijn. Daar danken wij hem vanaf deze kant hartelijk voor. De vraag is echter of hij dat nu een week na de verkiezingen ook nog vindt. Immers, dan kunnen de plannen van Klink om het eigen risico te verhogen, indien nog door de ministerraad moeten, van tafel. De Partij van de Arbeid is aan zet. We kunnen de minister een dienst bewijzen. Met een aangenomen motie tegen verhoging van de eigen bijdrage voor de zorg zit hij een stuk comfortabeler aan de onderhandelingstafel met minister Bos. Voorzitter, allereerst dank. Allereerst dank aan mevrouw Agema voor haar lovende woorden. Dat doet aan als een warm bad. Maar ik heb toch nog wel een vraag aan mevrouw Agema. Mevrouw Agema zegt handen af van de zorg. Maar mevrouw Agema heeft ongetwijfeld ook gelezen dat bijvoorbeeld de medisch specialisten zo'n 600 miljoen euro overschrijden, hun budget overschrijden. Vindt mevrouw Agema nu ook dat handen af van de zorg inhoudt dat we niet aan die 600 miljoen mogen komen? Nee, want wij vinden dat in de semi-publieke sector sowieso een maximum van een balk en de norm moet gelden. En ook wat je nu ziet, wat het gevolg is van de nieuwe systeemwijziging, maar het is wel heel erg een zijstraat van die DBC-systematiek, is dat dus specialisten voor ieder karweitje een DBC gaan open en sluiten en dat daardoor de kosten enorm uit de hand lopen. Ik verwacht sowieso dat de minister daarvoor actie onderneemt. Maar waar het hier om gaat, en dan had u toch de voorjaarsnota iets beter moeten bestuderen, gaat om dat eerder opgedane overschrijdingen, nu dat daar dus een soort van uitweg voor gevonden moet worden. En dat is waar het dus fout gaat en dat is dus waar waarschijnlijk dus het eigen risico op verhoogd moet worden. Nou, los of ik die voorjaarsnota heb gelezen, maar dan een slotvraag, voorzitter. Maar ik begrijp dat mevrouw Agema zij aan zij staat met de Partij van de Arbeid als het gaat over het terughalen van die 600 miljoen. Zij aan zij met de Partij van de Arbeid staat als het gaat over het terugbrengen van de overwinsten in de farmaceutische zorg. Mevrouw Agema. Dat is correct. En mag ik dan meteen vragen of de PvdA zij aan zij staat met de PVV, als het gaat om dat in ieder geval deze regeerperiode, uw regeerperiode, het eigen risico niet verder wordt verhoogd? Ja, het doet zich wat merkwaardig aan dat de interpellant... Ja, daar gaat het debat wel over natuurlijk, hè? Nee, maar ik weet... De heer Van der Veen geeft antwoord. Ja, het doet een beetje merkwaardig aan om geïnterpelleerd te worden als interpellant. Maar mevrouw Agema, na 3 sprekers zult u het verlossende antwoord horen. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw... Oh, de heer... Ja, nee, sorry, excuus. De heer Van...